de nederlaag tegen Hoogland 2 weken geleden was het nu aan Hoogeveen de taak om te laten zien dat die nederlaag een incident was. Het trof thuis hekkensluiter RKHVV uit Huissen. Corner beginfase wedstrijd. Dat levert nog geen doelpunt op. Maar Hoogeveen, het startte gretig aan de wedstrijd. 9e minuut, Björn Zwicker. Bal voor en dan staat Sadiq Spiulits helemaal vrij. En dan gaat die bal tussen de benen door van Job Heemink. En is het al heel snel 1-0 voor Hoogeveen. Ja, ploegen trekken zich tegenwoordig terug tegen Hoogeveen. En dan is het lekker dat je gewoon al snel op een 1-0 voorsprong komt. De bal is gebroken. In de 9e minuut komt... Maken we een sprongetje in de wedstrijd. 20e minuut. Balverlies. Ja, en dit deed Hoogeveen de hele wedstrijd heel erg goed. Thomas Reinders speelde het balletje goed rond en werd met name over de flanken zeer gevaarlijk. Zeker via ook Mesut Yildirim. En hier is de buurt aan Thomas Reinders. Reinders. Strafschroei binnen. Ja, en dat rolletje is natuurlijk geen probleem voor Henk. 23e minuut. Balverlies Lars Madsen. En dan mag Sadiq Spiulits alleen door en is het in de korte hoek. Spiulits die Hoogeveen op een 2-0 voorsprong brengt. Geen vuiltje aan de lucht voor de ploeg van Nico Haak. Prima afgerond natuurlijk ook door Sadiq Spiulits. In de 23e minuut komt Hoogeveen op een 28e minuut. Prachtige bal op Shaki Mohamed van Daniel Manning. Mohamed ook nauwelijks af te stoppen. Tenzij zoals hier door een overtreding gemaakt door Rutger Worm, de oud-prof van onder andere NEC. Die krijgt hier de gele kaart van Jurie Pieters. Vrij trap Hoogeveen. Spiulits en dan is het uiteindelijk de redding van Job Heemink. Nog wel de corner, wordt snel genomen. Kijk, dit is toch wel kenmerkend voor RKHVV. Zwicker mag zomaar doorgaan en stuurt een aantal tegenstanders het bos in. Kreeft. Prima bal op Yildirim en dit is wat ik bedoel. Yildirim, hij liep een hele marathon bijna deze wedstrijd. Voorzet en dan wordt die bal net gemist door Daniel Manning. Maar een prachtige aanval van Hoogeveen. En het publiek genoot van het fraaie spel dat Hoogeveen op de grasmat legde. Thomas Reinders. Ook weer ongrijpbaar. Reinders, achterlijn, Reinders. En ook die bal wordt dan maar net weer gemist door Hoogeveen. Maar wederom dus gevaarlijk. Oh, hier gaat hij weer. Reinders, prachtig balletje op Björn Zwicker. Alleen op het doel af. Zwicker, maar daar is het Heemink die goed ingrijpt en een derde treffer van Hoogeveen voorkomt. Heemink opnieuw. Een goed doorjagen van Tom Hierkes. En er is daar alweer balverlies van RKHVV. Snelle omschakeling Hoogeveen. Zwicker. Zwicker en dat is een prooi opnieuw voor Heemink. Zitten we in de slotfase van de eerste helft. Yildirim. Alle ruimte. Yildirim. Prima, balletje op Manning. Yildirim terug. Geen buitenspel. Behoudt het overzicht. En daar is hij weer. Sadiq Spiulits. En dan is de hat-trick van Spiulits compleet. En leidt Hoogeveen vlak voor rust met 3-0. Geen buitenspel, prima uitgespeeld door Hoogeveen. En dan is de wedstrijd natuurlijk in een vroeg stadium al beslist. Dan laatste wapenfeit in de eerste helft. Opnieuw Yildirim. Bal uitverdedigd, Zwicker kopt de bal door, Manning! En dan is het Heemink die opnieuw redding brengt. Hey, doelman had ook zijn zwakke momentjes, maar ook een aantal zeer goede momenten. Tweede helft, Rutger Worm. Opnieuw balverlies van RKHVV, prima gespeeld door Björn Zwicker. En dan kan Hierkes er net niet altijd bij. 57e minuut.
Overtreding op Shaki Mohamed. Roemelewang en Berends in de ploeg gekomen bij Hogeveen in de rust. Spiewdiets met de vrije trap. Oei, keepertje. En dan is het Berends die attent is. En zo toch ook weer zijn doelpuntje meepikt. Ja, ik zei het al, Hemink had een aantal goede momenten, maar daar behoorde deze niet toe. Roemelewang die goed inviel. Prachtige bal op Shaki Mohamed die heel regelmatig weer op de brommer ging. Shaki Mohamed voorzet en die wordt dan net gemist door Sadiq Spiewdiets en Tom Heerkes. Ruim een uur gespeeld. Opnieuw Roemelewang. Prima bal op Yildirim. Yildirim, oh wat is dit mooi. Een geweldige aanval van Hogeveen uit het boekje, afgerond door Björn Zwicker. Nogmaals kijken, prima voorzet, natuurlijk overzicht bewaard door Yildirim. Maar ook nogmaals die aanval die eraan vooraf ging, fantastisch. En daar hebben we Davy Prupper, de international, die ook een kijkje komt nemen. Hij kwam voor zijn broertje Mike, die bij RKHVV speelt. Ja, en hij moest toezien hoe de ploeg van zijn broertje kansloos was tegen Hogeveen. Hier bal op Zwicker, wordt het dan 6-0? Nee, dat wordt het niet. Ja, en trainer Ben Gerritsen die zei na afloop, die 90 minuten die duurde lang voor RKHVV. Ja, zo wint Hogeveen met 5-0 en wacht een prachtige reeks wedstrijden. Volgende week uit tegen MSC, dan op woensdag tussendoor de bekerwedstrijd thuis tegen Alcides. En dan thuis tegen Achilles 94.